Hey mensen, tof dat jullie kijken. Een vraag die ik vaak krijg, en ik denk misschien is dat het handig om met jullie te bespreken, is: moet ik nou zand of moet ik nou grind? En wat is er beter? En ik ga jullie dat nu vertellen. Er is helemaal niks beter. Weet je, grind heeft zijn voordelen, zand heeft zijn voordelen, grind heeft zijn nadelen en zand heeft zijn nadelen. En dan gaan we eerst even beginnen met de nadelen van grind. Nadelen van grind, ik heb hier dan een grovere steen in, maar je hebt ook echt grind. Is dat veel cicliden gebruiken dus zand om hun eten naar binnen te krijgen. En dat zand gaat dan via de kiel weer naar buiten, als jullie me nog volgen. Als je bijvoorbeeld een grind hebt, kan het zijn dat het grind de kiel gaat beschadigen wanneer ze dat naar binnen. Het gaat dan wel via de bek, maar het moet dan ook weer naar de kiel naar buiten en dat is veel gevoeliger. En daardoor kan het zomaar zijn dat dat allemaal beschadigd raakt. Plus daarbij heb je veel kleinere meervalletjes, zoals corridora's, klamboontjes hebben dat volgens mij ook uit mijn hoofd. Die hebben van die snorhaartjes en daarmee voelen ze of en waar hun eten zit. En door dat fijne grind woelen ze ertussen en dan breken die haren of ja, die slijten echt gewoon af. En dat is niet heel prettig, denk ik, voor die vissen. Het nadeel van zand is dat het zo ontzettend fijn is dat er heel moeilijk water of stroming of beweging tussendoor kan. Daardoor krijg je heel veel stilstaande dode plekken erin. En wanneer er dan bijvoorbeeld een afgestorven takkie of een plantje of wat dan ook in zit of voer, wat niet goed is schoongemaakt, kan het zomaar zijn dat het gaat rotten. En wanneer dat gaat rotten, krijg je bodemrot en, ja, en dan is hij eigenlijk de raap gaar. Wat is bodemrot nou? Dat is eigenlijk een soort gasvorming wat je dan krijgt binnen je in je zand. Er zijn heel veel gedetailleerde filmpjes op. Ik heb het een keertje geprobeerd te googlen, maar toen kreeg ik filmpjes van 1,5 uur. Ja, daar had ik echt geen zin in. Het is gewoon super slecht. Het stinkt enorm, dus je kan het vaak zien en ruiken. En het ziet al vaak wat donkerder. Dat wil niet altijd zeggen dat het bodemrot is, maar als dat dan gecombineerd met echt een vieze geur. Ik heb het gehad hier in mijn in het aquarium hier in de bijkeuken. Ja, dan is dat wel echt heel vies. Dat gun je eigenlijk niemand, maar dan weet je, dan kan je het beste eruit halen, want het zorgt namelijk dat je hele waterkwaliteit enorm slecht wordt, dus dat kan je maar beter verwijderen. Maar wat is nou de voordeel van zand dan? Zand is gewoon enorm mooi om te zien, vind ik persoonlijk, maar dat is dus alles naar smaak. Plus daarbij is het zo dat zand goed is voor sommige vissen, voor zoals de geophagus, veel cyclidesoorten. De corridoren, heel veel vissen vinden zand gewoon fijner omdat het ook veel meer in de natuur voorkomt. Grind natuurlijk ook, maar dat zand komt altijd overal ook wel voor. En het is makkelijker, tenminste vind ik altijd, om je planten in te zetten. Hoor ik veel mensen zeggen, ja, dat je grind werkt ook wel goed. Maar op een of andere manier gaat het bij mij persoonlijk altijd beter met zand. Nu is het voordeel wel weer van grind. Dat het veel makkelijker waterdoorstroming heeft en daardoor ook veel makkelijker, volgens mij, maar dat is beter als ik het fout heb, daardoor juist ook veel meer voedingsstoffen naar de plantjes kunnen toegaan. Snap je me nog? Ik hoop het, maar dit is eigenlijk een beetje mijn bevinding. En als ik het fout heb, verbeter me in de comments, worden we allemaal beter van namelijk. Een ander voordeel van grind is, je hebt vrijwel nooit echt last van de bodemrot. Daarom heb ik er nu ook voor gekozen. Ik ging toen langere tijd weg bij mijn aquarium. Moet ik gewoon zeker weten dat het goed gaat. En zeker weten dat er niks verkeerd gaat. En dat mijn vriendin gewoon lekker met de waterwissertjes alleen. Dat het aquarium gewoon redt. Ja, uiteraard. En voeren. Maar dat. Dus grind. Ja, nou, ik heb nu dus gekozen voor grind. Maar eigenlijk het liefst diep in mijn hart wil ik altijd zand. Maar zand is wel eigenlijk level 2, vind ik hoor. En grind, dan moet je echt, dat kan iedereen, daar kan je eigenlijk vrij weinig aan fout doen. Je hebt half de kleur. Nee, gaatje, ik heb ook een keer een roze aquarium gehad, vond ik ook fantastisch. Maar zand, dat kan wat gevoeliger zijn. Maar ook dat is persoonlijke mening en ervaring, want ik wil ook vaak gewoon zand nemen en wees niet bang. En dat, precies zo is het. Maar het is wel drama als je, en sommige, helemaal in het begin koop je ook nog duur zand, omdat je dan nog niet weet waar de plekken zijn waar je dan je zand kan kopen. Dus dan koop je goedkoper zand, duur zand in de winkel en stel je hebt een bak van een meter en dan stop je er zo, het zal zijn 80, 100, 150 euro aan zand in. Het zal zonde zijn als je dan na een half jaar ook weer moet weggooien. Dus dat, bedankt voor het kijken van deze video en dan vergeet niet duimpje omhoog en te abonneren, help je mij echt mee.
Bedankt en tot de volgende.